Geachte aanwezigen, beste professor Van den Brink, beste Jacobien. Welkom in de aula van de Universiteit Maastricht op deze 8 juni 2018 met tropische temperaturen. Dat wordt alleen maar warmer dit uur. We hadden hiervoor ook een oratie, ook van rechten. En dan merkten we dat de temperatuur per 5 minuten stijgt. Dus daarna staat u een binnentuin te wachten. Die is weer heel fris. Mijn naam is Rianne Letschert en ik ben de rector van deze mooie jonge universiteit, waar Jacobien van den Brink bijna 2 jaar geleden werd benoemd tot hoogleraar Europees en Nationaal Bestuursrecht. En zo direct gaan wij luisteren naar haar oratie, waarmee ze deze leerstoel officieel aanvaardt. Maar eerst wil ik even terug naar 8 juni in het jaar 1860. Op die dag werd in het Ierse Cork een meisje geboren met de naam Alicia Boole Stott. Ze was de 3e dochter van 2 wiskundigen. Rond haar 18e ontdekte ze dat ze een talent had voor geometrische objecten, maar een universitaire studie lag blijkbaar niet voor de hand. Ze ging werken als secretaresse. Desondanks slaagde ze erin een paar wetenschappelijke publicaties te realiseren, in Amsterdam notabene, wat haar in 1914 een eredoctoraat van de Universiteit van Groningen opleverde. Waarom vertel ik u dit alles, denkt u misschien? Nou, wie Jacobien enigszins kent, heeft in dit verhaal vast een paar overeenkomsten ontdekt. Naast de geboortedatum van Boole Stott, vandaag precies 158 jaar geleden, de 3 dochters die Jacobien zelf zijn toebedeeld, een enorme rijkdom. Maar ook voor haar was een universitaire studie niet meteen het eerste waaraan werd gedacht na de middelbare school. Ik heb, hoop ik, betrouwbare spionnen, Jacobien. Jacobien hield van dingen regelen, dus een opleiding tot secretaresse leek misschien best wel gepast. Maar gelukkig zag een oom dat er met haar cijfers veel meer in zat dan dat. En tot slot lag een carrière in de wetenschap voor Boole Stott waarschijnlijk ook minder voor de hand, toen helemaal, omdat ze een vrouw was. En dat is misschien wel een beetje het jammere nog anno 2018. Ook nu kijken mensen soms nog best wel vreemd op als een vrouw, moeder van kleine kinderen, gaat voor een zware maar uitdagende wetenschappelijke topbaan. En daarover kan ik ook uit eigen ervaring van alles vertellen. Ga ik ook niet nu doen. Dus Jacobien, ik zet mijn baret af, en dat doe ik niet echt, want dat is altijd heel onhandig voor vrouwen. Maar ik zet mijn baret af voor jou en de keuzes die je tot nu toe hebt gemaakt in het leven. En ik geloof ook dat het iets te maken heeft met een poster bij jou thuis aan de muur. Na een studie rechten in Utrecht, die je cum laude afsloot, werkte je 5 jaar bij de Raad van State. Werkervaring waar je studenten vandaag nog de vruchten van mogen plukken. In 2012 promoveerde je aan de Universiteit Leiden op de uitvoering van Europese subsidieregelingen in Nederland, waarna je bij dezelfde universiteit als docent en onderzoeker aan de slag ging. En toen kwam er in 2016 een vacature vrij aan de Universiteit Maastricht voor een hoogleraar Europees en Nationaal Bestuursrecht. En jij dacht, ik kan het me haast niet voorstellen, heel pragmatisch, waarom niet? Ik woon in Putten, niet... Niet naast de deur, maar ik wil eigenlijk nog een 3e kindje, maar ik ga er gewoon voor. En ik weet nog goed, toen we elkaar ontmoetten, ooit bij een ontbijt in het hotel hier, dat ik zei, waar woon je? In Putten. Dat ik dacht, mijn hemel. En dan moet je elke dag, maar goed, jij doet het. Er is een gezegde dat luidt, voor iedere beer is een geweer, en ik geloof dat dat van toepassing is op jou. Nu heb ik begrepen dat er in Maastricht toch wat meer beren op de weg zaten dan je vooraf wellicht had gedacht. Dit is toch een jonge universiteit, zoals ik in mijn eerste zinnen al zei. Dus waarom past het niet in het onderwijsreglement om studenten een cijfer te geven voor een vlog waarin ze een rechterlijke uitspraak uitleggen, in plaats van een traditioneel geschreven paper? En zo stelde je meer verfrissende waarom-vragen die een organisatie wel even wakker schudden, wat niet altijd door iedereen wordt gewaardeerd. Daar komt ook nog bij dat je heel erg direct bent, spontaan en hartelijk en informeel. Goede eigenschappen, hou die dus ook.
Je hebt de banden tussen jullie sectie bestuursrecht en de Randstad weer flink aangetrokken. Neem studenten mee op excursie naar belangrijke organisaties daar. Want waarom zou een Limburgse student geen baan op de Zuidas ambiëren? Daar kan jij echt met je baret niet bij. Je ziet overal kansen en stimuleert mensen om je heen om die ook te benutten. Het feit dat er voorafgaand aan je oratie een congres heeft plaatsgevonden over hetzelfde onderwerp met 9 panels waaraan stakeholders uit alle windstreken deelnamen, zegt veel over jouw grondige aanpak en je brede netwerk. Vorig jaar ook was je nauw betrokken bij de organisatie van een 5-daagse summercourse over de Europeanisatie van het bestuursrecht. Zowel de deelnemers als de sprekers kwamen uit allerlei, ook potentiële, lidstaten. En ook in deze regio wil je de banden graag aanhalen. Zo blijkt onder meer uit je lidmaatschap van de Maastrichtse Rekenkamer. Sinds 1 januari 2017 ben je ook nog lid geworden van de kiesraad. Want, zo zeggen je collega's, Jacobien voelt nadrukkelijk de verbinding met de praktijk. Dat geldt ook voor je onderzoeksagenda. Want de koppeling tussen wetenschap en praktijk gaat je zeer aan het hart. Zo ben je onder andere rechterplaatsvervanger bij de rechtbank in Den Haag. En heb je voor je oratie actief met fondsenbeheerders gesproken, zodat je echt weer weet waarover je praat. En dat hiërarchie jou niks zegt, blijkt onder meer uit het feit dat je je 2 studentenassistenten ook even je oratie hebt laten meelezen voor feedback. We zullen straks beoordelen of dat... Wie zich afvraagt waar de motivatie en inspiratie voor dit alles vandaan komt, denkt waarschijnlijk als eerste toch aan jouw gezin en aan jouw familie. Je man Hilco, met wie je 3 mooie dochters hebt, Anne-Sophie, Marie-Helene en Eva-Julie. Je ouders om de hoek, die onmisbaar zijn in het draaiend houden van ook jullie gezin. En misschien ook het zangkoor, Vaya con Dios, kan daar wellicht een rol in spelen. Of de latte macchiato van dat lekkere koffietentje om de hoek. Het zal allemaal een rol spelen om te zorgen dat jij dit hele pakket aan taken met altijd die glimlach weet te doen. Jacobien, ik ben blij dat je de weg naar deze leerstoel in Maastricht hebt gevonden en feliciteer je van harte met deze mooie positie. En ik wens je alle goeds voor de toekomst, zowel in je werk en in je privéleven. En dan geef ik jou nu heel graag het woord. Mevrouw de rector magnificus, geachte decaan, beste collega's, familie en vrienden. De financiële relatie tussen de overheid en burger boeit mij al bijna 15 jaar mateloos. Het valt mij op dat de subsidie de laatste jaren aan populariteit inboet. Bij subsidiëren wordt niet langer gedacht aan het in positieve zin ondersteunen van maatschappelijke projecten en instellingen, maar aan het dumpen van overheidsgeld in een bodemloze subsidieput. Termen als subsidieslurper, subsidieinfuus en niet te vergeten subsidieverslaving komen we niet alleen op geen stijl tegen, maar ook in kwaliteitskranten. Tel daarbij op het feit dat de effecten van subsidiëring nauwelijks worden gemeten, laat staan aangetoond. En het mag geen verbazing wekken dat de overheid zich steeds meer gedraagt als een subsidievermijder. Maar dit betekent niet dat de overheid opeens veel minder geld is gaan uitgeven aan het stimuleren van allerlei wenselijk geachte activiteiten. Integendeel. Publiek geld wordt nog steeds enthousiast uitgegeven, alleen onder andere benamingen, zoals publieke prijsvragen, matchfunding, sponsoring, social impact bonds en bewonersbudgetten. De zogenoemde subsidie nieuwe stijl. Een fenomeen dat snel om zich heen grijpt, waarmee grote sommen geld zijn gemoeid, maar waarvan de juridische randvoorwaarden vaak onduidelijk zijn. In deze oratie neem ik u mee naar de wonderenwereld van een van die nieuwe soorten subsidies. Het revolverend fonds, dat is gevuld met publiek geld, dat niet wordt uitgegeven, maar geïnvesteerd. Subsidie in een hip jasje. Alhoewel, hip, we moeten niet overdrijven. Het oudste revolverend fonds van de Rijksoverheid, het Nederlands Restauratiefonds, bestaat al ruim 30 jaar.
Wat wel nieuw is, is de omvang van het verschijnsel. Een paar uurtjes googelen levert het beeld op dat nieuwe revolverende fondsen anno 2018 als paddenstoelen uit de grond schieten. Revolverende fondsen vind je terug op allerlei beleidsterreinen, zoals innovatie, energie en cultuur. Ze worden doorgaans als oplossing gezien voor moeizame en trage financiering van maatschappelijk relevante projecten, omdat onvoldoende risicokapitaal aanwezig zou zijn in de private kapitaalmarkt. De nieuwste lood aan de stam heet InvestNL. Deze naamloze vennootschap, voor 100% eigendom van de staat, bestaat onder meer uit een revolverend fonds van 2,5 miljard euro. Vanaf 2019 moet dit fonds investeren in ondernemingen op het gebied van energie, verduurzaming, voedsel en innovatie. Er gaat inmiddels heel veel publiek geld om in revolverende fondsen. Ik ben begonnen met uitrekenen, maar dat werd helemaal niets. Dus laten we het erop houden dat het niet gemakkelijk is om het precieze bedrag uit de beschikbare cijfers te halen. Maar dat het om miljarden gaat, staat vast. Al dat publieke geld rechtvaardigt de vraag hoe deze fondsen zijn gereguleerd. Al snel zal blijken dat die regulering niet zo heel veel voorstelt. Dat roept de vraag op of dat wenselijk is en zo nee, hoe die situatie kan worden verbeterd. De volgende vragen komen daarom in deze oratie aan de orde. Wat is een revolverend fonds? Wat zijn de voordelen van een revolverend fonds ten opzichte van de traditionele subsidie? Worden die beloofde voordelen van het revolverend fonds waargemaakt? Wat zijn de meest dringende juridische problemen met deze revolverende fondsen? Welke oplossingen zijn hiervoor denkbaar? En tot slot, welke lessen zouden wij kunnen leren uit het EU-recht, waar men inmiddels uitgebreide regelgeving voor het revolverend fonds heeft opgesteld? Wat is dat nu, zo'n revolverend fonds? Kort gezegd gaat het om een fonds dat wordt opgericht door een bestuursorgaan. Dat is gevuld met publiek geld, het geld van de belastingbetaler dus, van waaruit financiering aan derden, meestal ondernemingen, wordt verstrekt, die na verloop van tijd weer terugvloeit naar het fonds. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van revolverende fondsen? In de eerste plaats zijn zij doorgaans gericht op het behalen van een optimale combinatie van maatschappelijk en financieel rendement. Revolverende fondsen ondersteunen maatschappelijke projecten door de overheid in het algemeen belang wenselijk geachte activiteiten van of met particulieren. Zo creëren zij maatschappelijk rendement. De resultaten zijn goed voor ons allemaal. Het fonds Unique investeert bijvoorbeeld in een nieuw soort tafel waarop vroeggeboren baby's in de eerste kritische minuten kunnen worden behandeld zonder de navelstreng door te knippen. Wie wordt daarvan nu niet enthousiast? Maar omdat het ook de bedoeling is dat het geld terugkeert in het fonds, moeten dergelijke projecten in potentie ook financieel rendement kunnen behalen. Er moet dus winst worden gemaakt. Een tweede kenmerk is dat revolverende fondsen op afstand worden geplaatst van de overheid waarvan het publieke geld afkomstig is. Het idee leeft dat overheden en ambtenaren geen verstand hebben van financieren en dat de politiek zo min mogelijk invloed moet hebben op langdurige investeringen. De overheid richt daarom vaak een privaatrechtelijke rechtspersoon op en wordt daarvan aandeelhouder of verstrekt daaraan een subsidie of lening. Deze privaatrechtelijke rechtspersoon wordt vervolgens beheerd door een via een aanbestedingsprocedure geselecteerde fondsmanager. Er zijn bedrijven die in fondsmanagement zijn gespecialiseerd. In een investeringsreglement staat onder welke voorwaarden deze fondsmanager met publiek geld mag financieren. Schematisch ziet de structuur rondom een revolverend fonds er dus ongeveer zo uit. Een derde en misschien wel het belangrijkste kenmerk is dat het geld in revolverende fondsen ronddraait. Het revolveert. Als het goed is, keert het geld dus weer terug in het fonds. Soms wordt zelfs winst behaald.
De overheid subsidieert immers niet, maar investeert in de vorm van participaties, leningen en garanties. Hieruit verkregen opbrengsten uit verkoop van aandelen, dividend, aflossingen, rente en premies vloeien terug in het fonds. Met als resultaat dat de middelen opnieuw kunnen worden ingezet. Wat zijn nu de voordelen van revolverend financieren ten opzichte van traditioneel subsidiëren? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het van belang vast te stellen dat het imago van de subsidie de afgelopen jaren is verslechterd. Een veelgehoorde klacht is de inflexibiliteit en het tijdrovende karakter van subsidieprocedures. Besluitvormingsprocedures zijn formeel en bezwaar- en beroepsmogelijkheden voor ontevreden aanvragers haast oneindig. Hierdoor blijven kansen onbenut. Private partners willen helemaal niet wachten op een trage overheid. Ook veel gehoord is de onwenselijke invloed van de politiek op besluitvormingsprocedures. Politici handelen op basis van politieke motieven, waardoor niet de meest veelbelovende projecten worden gefinancierd. Bovendien wijzigt de politieke visie op wat wenselijk is voortdurend, terwijl veelbelovende projecten vaak een lange looptijd kennen. Daarnaast past de beschikking als eenzijdig overheidsinstrument niet bij de huidige visie op publiek-private samenwerking. De overheid is niet langer een eenzijdig besluitnemer, maar een gelijkwaardig partner of facilitator. Ten slotte maken subsidieregelingen ontvangers niet creatief, maar alleen maar lui. Deze negatieve reclame heeft ertoe geleid dat in een rap tempo allerlei nieuwe financieringsinstrumenten zijn ontstaan, waaronder het revolverend fonds. Wat zijn hiervan nu de voordelen boven de subsidie? In de eerste plaats wordt het geïnvesteerde geld, als gezegd, terug ontvangen door het fonds. In de tweede plaats versterkt het investeren door de overheid het vertrouwen van marktpartijen. Dit vergroot de kans dat ook private kapitaalverschaffers willen investeren. In een specifiek project of in het revolverend fonds zelf. Meer geld dus voor al die mooie doelstellingen. De andere twee voordelen vormen het spiegelbeeld van de zojuist genoemde nadelen van de subsidie. De begunstigde zou beter zijn best doen, omdat de lening nu eenmaal moet worden terugbetaald. En een overheid op afstand betekent een efficiëntere besteding van overheidsgeld. Deze vermeende voordelen hebben ertoe geleid dat bijna elke zichzelf serieus nemende overheid een revolverend fonds heeft opgericht of daarin deelneemt. Provincies, gemeenten, waterschappen en ook het Rijk. Overheden die geen eigen geld hebben, zetten nota bene fondsen op met geleend geld. Hoewel dit wettelijk is toegestaan, levert dit wel een extra financieel risico op. Ook als het revolverend fonds leegloopt door onverstandige investeringen, moet de voor het fonds aangegane lening immers worden terugbetaald. Publiek geld dat ronddraait en steeds opnieuw kan worden ingezet. Een modern kruikje van Sarfat. Het klinkt natuurlijk allemaal prachtig, maar worden de beloften van de revolverende fondsen nu ook echt waargemaakt? Gaat het hier om de kip met de gouden eieren? Helaas is geen overkoepelend cijfermatig onderzoek beschikbaar dat deze vraag beantwoordt. De Algemene Rekenkamer is momenteel bezig met een onderzoek naar de revolverende fondsen van het Rijk. Maar daarvan zijn de resultaten nog niet bekend. Uit wel beschikbare onderzoeken en uit door mij gehouden interviews met betrokkenen komt het volgende beeld naar voren. In de eerste plaats zijn de meeste revolverende fondsen uitsluitend gevuld met publiek geld. Private financiers investeren niet op fondsniveau, maar alleen in concrete projecten. In dat geval kunnen zij zelfstandig en per concreet project een afweging maken om mee te doen. Bij het investeren op fondsniveau is dat niet mogelijk. Ten tweede raken sommige revolverende fondsen maar lastig hun geld kwijt. Een voorbeeld is het Brabantse Breedbandfonds. Het bedrijf dat in Noord-Brabant breedband zou gaan aanleggen en van dit Brabantse fonds een lening van 35 miljoen euro had ontvangen, zag daarvan op het allerlaatste moment af, omdat de benodigde financiering toch via de markt kon worden verkregen.
Het Friese breedbandfonds is inmiddels helemaal opgeheven, omdat het niemand lukte om aan de voorwaarden voor financiering te voldoen. En het geld komt natuurlijk niet altijd terug. In de media duiken geregeld voorbeelden op van investeringen die niet goed zijn gegaan. U herinnert zich misschien het publieke geld dat is gestoken in de lingerie van Marlies Dekkers. En in de hippe elektrische bussen van het Helmondse APTS. Nou, dat geld is foetsie. Maar er zijn ook revolverende fondsen die het heel erg goed doen. Neem het Nationaal Restauratiefonds dat in 1985 werd opgericht. Iedere euro aan publiek geld was eind 2014 al voor de derde keer uitgegeven. Uit de onderzoeken blijkt verder dat het risico op marktverstoring altijd op de loer ligt. Sommige overheden eisen van een revolverend fonds dat innovaties financiert een realistische revolverendheid van 45%. Andere innovatiefondsen moeten ervoor zorgen dat 100% van het publieke geld terugkomt. U begrijpt dat om dat rendement te kunnen behalen, investeren in risicovolle, innovatieve projecten op zijn zachtst gezegd onhandig is. Het gevaar bestaat dat publiek geld in projecten wordt gestoken die uitstekend door private investeerders kunnen worden gefinancierd. Het is verder lastig te achterhalen of het via revolverende fondsen geïnvesteerde publieke geld iets oplevert voor de belastingbetaler. Sommige fondsen lijken meer te zijn gericht op het behalen van een zo hoog mogelijk rendement dan op het ondersteunen van relevante maatschappelijke projecten. In dat geval rijst de vraag of met deze fondsen wel uitvoering wordt gegeven aan een publieke taak, zoals de wet vereist. Ook blijkt uit de praktijk dat niet altijd is geregeld wat er met het publieke geld gebeurt wanneer het fonds wordt opgeheven. Wanneer geen exitstrategie voorhanden is, bestaat het risico dat het publieke geld in het fonds blijft zitten en nooit meer bij de overheid terugkeert. Ten slotte blijkt uit verschillende rapporten dat men in de praktijk worstelt met de informatievoorziening naar de betrokken democratisch gelegitimeerde organen, zoals de Tweede Kamer en Provinciale Staten. Hoewel in veel gevallen wel informatie wordt verstrekt, blijkt deze lastig te doorgronden. Controleren of het publieke geld uitgezet door middel van een fonds goed terechtkomt, is gewoon razend ingewikkeld. Samengevat, in de praktijk is men vol enthousiasme met revolverende fondsen aan de slag gegaan. Dat loopt soms goed, maar er zijn ook forse problemen en vraagstukken. Of dit opweegt tegen de voordelen, daar is vervolgonderzoek voor nodig. Het kernprobleem met revolverende fondsen is dat miljarden aan publiek geld wordt weggezet, terwijl we niet weten of het werkt en niet is gewaarborgd dat publiekrechtelijke of daarmee vergelijkbare normen in acht worden genomen. Dat laatste probleem zou er eigenlijk helemaal niet hoeven zijn. We hebben in Nederland immers gewoon regels voor het verstrekken van publiek geld door de overheid voor het stimuleren van wenselijke activiteiten, namelijk de subsidietitel van de Algemene Wet Bestuursrecht. Deze subsidietitel bevat het subsidiebegrip, namelijk een aanspraak op financiële middelen door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen en diensten. Iedere financiële verstrekking van de overheid die voldoet aan deze omschrijving valt onder de regels van de subsidietitel van de AWB en is daarmee omkleed met publiekrechtelijke waarborgen. Zowel uit de toelichting op de subsidietitel als de jurisprudentie blijkt dat ook leningen en garanties onder het subsidiebegrip vallen. De veelgehoorde stelling dat door revolverende fondsen verstrekte garanties en leningen geen subsidies zijn, omdat zij marktconform worden verstrekt, is niet overtuigend. Fondsen pretenderen immers slechts garanties en leningen te verstrekken waar de markt het laat afweten. Dit betekent dat per definitie geen sprake is van marktconforme verstrekkingen. Ook een participatie valt naar mijn mening vaak onder het subsidiebegrip. In 1998 was de gedachte van de wetgever dat het daarbij niet gaat om een aanspraak op financiële middelen met het oog op bepaalde activiteiten.
Aandelenkapitaal zou juridisch niet aan een bepaalde besteding kunnen worden gebonden. Het dient per definitie alle huidige en toekomstige activiteiten van de vennootschap. Deze gedachte is achterhaald. Voor revolverende fondsen geldt namelijk dat de overheid in de meeste gevallen enig aandeelhouder is en dat in hun investeringsinstructies klip en klaar wordt omschreven in welke categorieën ondernemingen mag worden geïnvesteerd. Daarom wordt wel degelijk geïnvesteerd met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager. Kortom, participaties, garanties en leningen die door revolverende fondsen worden verstrekt, kwalificeren als een aanspraak op financiële middelen in de zin van de subsidietitel van de AWB. Deze aanspraak moet echter wel worden verstrekt door een bestuursorgaan. En daar gaat het wat betreft de revolverende fondsen in veel gevallen mis. Of goed, het is maar net hoe je het bekijkt. De meeste revolverende fondsen worden als gezegd privaatrechtelijk vormgegeven. De bestuursrechtjuristen onder ons weten dat ook privaatrechtelijke entiteiten kunnen kwalificeren als een AWB-bestuursorgaan, namelijk als ze met openbaar gezag zijn bekleed. Voor het financieren door revolverende fondsen wordt echter bijna nooit een wettelijke grondslag gecreëerd. In dat geval is een revolverend fonds in principe niet met openbaar gezag bekleed en dus geen B-bestuursorgaan. Op grond van de jurisprudentie is het echter mogelijk om ook zonder wettelijke grondslag als B-bestuursorgaan te kwalificeren. Voorwaarde is dat aan twee cumulatieve vereisten is voldaan. Deze vereisten heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in september 2014 opnieuw geformuleerd. Het gaat in de eerste plaats om het financiële vereiste. Dit vereiste houdt in, toegespitst op revolverende fondsen, dat zo'n fonds in beginsel voor 2/3 of meer moet zijn gevuld met publiek geld van A-bestuursorganen, zoals gedeputeerde staten of de minister. In de tweede plaats geldt het inhoudelijk vereiste. Dit houdt in dat A-bestuursorganen in beslissende mate bepalen waar het publieke geld naartoe gaat. Veel revolverende fondsen worden zodanig opgezet dat juist niet aan deze twee voorwaarden is voldaan. Een voorbeeld biedt het al genoemde fonds Unique, een fonds dat erop is gericht om unieke innovaties sneller naar de markt te brengen. De 22 miljoen die dit fonds heeft te besteden bestaat voor 100% uit publiek geld. Toch is niet aan het financiële vereiste voldaan. 8 miljoen euro aan publiek geld is namelijk niet rechtstreeks afkomstig van A-bestuursorganen, maar van stichtingen en BV's van de universiteiten van Delft, Rotterdam en Leiden en de gemeente Den Haag. Dit is 36% van de totale financiële middelen van Unique. De 64% publieke gelden afkomstig van het college van BNW van de gemeente Rotterdam en de gemeente Leiden zijn toevalligerwijs dus net niet genoeg om de financieringen door Unique als subsidie te kleuren. Het tweede voorbeeld dat ik vandaag wil noemen ziet op een fonds dat niet aan het inhoudelijk criterium voldoet. Het fonds Nieuwe Doen. Dit fonds verstrekt leningen in de zorg, leefbaarheid en energie in de provincie Groningen. Het investeringsreglement waarin wordt bepaald waaraan het publieke geld wordt uitgegeven is bewust vastgesteld door de directie van dat fonds. Zo wordt voorkomen dat de provincie Groningen een beslissende invloed heeft op de inhoudelijke selectiecriteria. Het fonds Nieuwe Doen kwalificeert dus niet als buitenwettelijk B-bestuursorgaan. Dit illustreert, naar ik hoop, voor u dat een revolverend fonds met een beetje slim rekenen en regelen buiten de AWB en het subsidiebegrip kan worden gehouden. Zo kunnen overheden wegblijven van publiekrechtelijke normering en rechtsbescherming. Overheden geven dat ook ruiterlijk toe. Ze doen daarbij aan kansberekening. De kans dat een fonds ooit voor de bestuursrechter komt, wordt als nihil ingeschat. Betrokken overheden gaan er dus van uit dat de financiële verstrekkingen door privaatrechtelijk vormgegeven revolverende fondsen niet door het publiek recht worden genormeerd. En dat vinden zij wel zo prettig. Deze visie
wordt bevestigd in de wetgeving die is voorzien voor de op te richten NV Invest NL. Voor dit revolverend fonds van 2,5 miljard wordt, als alles doorgaat, een bevoegdheid gecreëerd in een wet in formele zin om te investeren en te financieren. Toch lijkt het niet de bedoeling dat InvestNL wordt genormeerd door het publiekrecht. Volgens een niet onderbouwde, terloopse opmerking in de memorie van toelichting kwalificeert InvestNL namelijk niet als bestuursorgaan. Eerstejaarsrechtenstudenten leren echter al dat wanneer een privaatrechtelijke rechtspersoon een wettelijke bevoegdheid krijgt om eenzijdig rechten en verplichtingen in het leven te roepen, wel degelijk sprake is van een bestuursorgaan. Deze manier van wetgeven illustreert dat men graag wegblijft van publiekrechtelijke normering van een revolverend fonds dat met publiek geld is gevuld. Lees hierover trouwens meer in het NJB van vandaag. Revolverende fondsen worden in veel gevallen dus niet door het publiekrecht genormeerd. Is dat erg? Een eerste gevolg is dat de financiële verstrekkingen die revolverende fondsen doen, beperkt democratisch zijn gelegitimeerd. Weliswaar zijn democratisch gelegitimeerde organen zoals Provinciale Staten en de Tweede Kamer betrokken bij de oprichting van een revolverend fonds en de bijbehorende investeringsinstructie, maar ze hebben weinig tot geen invloed op de individuele financiële verstrekkingen die vervolgens door dat revolverend fonds worden gedaan. Hoewel uiteraard om informatie kan worden verzocht, gebeurt dit in de praktijk weinig. Als het misgaat, weet men vaak niet eens dat het om publiek geld ging. De informatie die vanuit bestuurders zelf worden verstrekt, is door gebruik van geconsolideerde overzichten een zoekplaatje. Ook is een transparante en eerlijke verdeling van publieke gelden door een revolverend fonds niet gegarandeerd. Uit de jurisprudentie van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State volgt dat bestuursorganen schaarse publieke rechten, waaronder publiek geld, op een transparante wijze moeten verdelen om gelijke kansen te bieden aan potentiële gegadigden. Deze jurisprudentie geldt echter alleen voor bestuursorganen en dat zijn fondsen niet, zo bespraken wij hiervoor. Ook in de praktijk blijkt lastig te achterhalen aan welke criteria moet worden voldaan om voor financiering door een revolverend fonds in aanmerking te komen. Op gelikte, maar gemakkelijk aan te passen websites zijn uitsluitend globale omschrijvingen terug te vinden. Voor het overige wordt geadviseerd om contact op te nemen met de fondsmanager. Zeer klantvriendelijk, maar niet transparant en geen waarborg voor de gelijke behandeling van aanvragers. Bovendien hebben de fondsbeheerders de vrijheid om op basis van hun professionele kennis een leningaanvraag te weigeren wanneer zij geen vertrouwen hebben in het voorgestelde project of de betrokken ondernemer. Ook als aan alle vastgestelde criteria om voor financiering in aanmerking te komen is voldaan. Logisch misschien vanuit investeerdersperspectief, maar minder goed te rijmen met overheidshandelen, waarbij transparantie en gelijke behandeling het uitgangspunt horen te zijn. Revolverende fondsen zijn verder niet gebonden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals het beginsel van onpartijdigheid, zorgvuldige voorbereiding en het motiveringsbeginsel. Deze beginselen gelden immers ook alleen voor bestuursorganen. Ook de Wet Openbaarheid van Bestuur, de WOP, is niet vanzelfsprekend van toepassing op revolverende fondsen. De WOP geldt immers alleen voor bestuursorganen en voor een onderverantwoordelijkheid van een bestuursorgaan, werkzame instelling, dienst of bedrijf. Van dit laatste is niet snel sprake. Het hebben van bevoegdheden op grond van aandeelhouderschap en afhankelijkheid van publiek geld is onvoldoende. En dit betekent dat het lastig is om als burger, journalist of wetenschapper aan informatie te komen over investeringsbeslissingen die revolverende fondsen nemen. Verder geldt ook de wetnormering topinkomens, de WNT, doorgaans niet voor werknemers van revolverende fondsen. Deze wet heeft als doel om de beloning van topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector aan banden te leggen. De WNT is behoudens een paar uitzonderingen echter niet van toepassing op besloten en naamloze vennootschappen, de rechtsvorm van de meeste revolverende fondsen. Het risico hiervan is dat fondsmanagers riant worden beloond.
Controle door een onafhankelijke rekenkamer is evenmin gegarandeerd. Ook niet als een revolverend fonds voor 100% met publiek geld is gevuld. Een voorbeeld biedt het participatiefonds van de provincie Zuid-Holland, de regionale ontwikkelingsmaatschappij Innovation Quarter. De Algemene Rekenkamer heeft geen bevoegdheid om een onderzoek ter plaatse te doen, omdat de staat slechts 36% van de aandelen houdt. Omdat de provincie Zuid-Holland eveneens maar 36% van de aandelen houdt, is ook de Randstedelijke Rekenkamer niet bevoegd tot het doen van onderzoek. Dit betekent dat een fonds dat geheel wordt gefinancierd met publiek geld vrij gemakkelijk aan effectief toezicht door een onafhankelijke rekenkamer kan ontkomen. En last but not least, de rechtsbescherming. Wanneer een revolverend fonds niet kwalificeert als een bestuursorgaan, staat geen rechtsbescherming open bij de bestuursrechter. Een teleurgestelde aanvrager van financiering is dus veroordeeld door het indienen van een klacht bij het fonds zelf, of tot de theoretische gang naar de dure en leidelijke civiele rechter. Want wat moet je als onderneming stellen bij de civiele rechter? Dat een fonds onrechtmatig heeft gehandeld door geen lening te verstrekken? Opvallend is dat afgewezen aanvragers nauwelijks schijnen te protesteren, terwijl het overgrote deel van de aanvragen wordt afgewezen. Aanvragers doorlopen een lang traject en de afwijzing van de aanvraag is minder formeel vormgegeven. Soms gebeurt dat zelfs telefonisch. Ik vergelijk het maar met een hypotheekaanvraag. Wanneer de Rabobank u geen hypotheek wil verstrekken, dan haalt u het ook niet in uw hoofd om naar de rechter te stappen. Hetzelfde psychologische effect ontstaat bij de als bank vermomde overheid. Fundamenteel verschil is echter wel dat de door revolverende fondsen verstrekte financiering met publiek geld wordt bekostigd. Kortom, revolverende fondsen zetten voor miljarden euro's aan publiek geld weg, terwijl tot nu toe door gebruik van het privaatrecht democratisch gelegitimeerde organen, rekenkamers, algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de WOP, de WNT en de bestuursrechtelijke rechtsbescherming vrij geruisloos en zeer effectief buiten de deur worden gehouden. Waarom, vraagt u zich ongetwijfeld af. Het antwoord op deze vraag hangt samen met het al genoemde negatieve imago van de subsidie. Potentiële particuliere investeerders zouden het bestuursrecht als een afbreukrisico zien. En dat zou de mogelijkheden tot inzet van revolverende middelen verminderen. Bedrijven zouden bovendien eenvoudigweg geen subsidies meer willen hebben. Daarnaast is het bestuurs- en subsidierecht veel te ingewikkeld. Zeker als het subsidiegeld wordt verdeeld door middel van complexe tenderprocedures. Verder gaat het bij het investeren om de match tussen investeerder en onderneming. Die moet worden beklonken met een overeenkomst, champagne en een foto. Daarbij past geen eenzijdige beschikking van een bestuursorgaan. Een transparante verdeling van publiek geld en openbaarheid staan verder haaks op de werkwijze van de professionele investeerder. Wanneer geen vertrouwen bestaat in de onderneming, wil de fondsmanager de ruimte houden om niet te investeren. Ook wanneer aan alle voorwaarden is voldaan. Gegarandeerde geheimhouding van documenten die zien op aangevraagde en gedane investeringen is bovendien wel zo safe. Bestuursrechtelijke rechtsbescherming tenslotte staat garant voor ellenlange procedures die veel te veel geld kosten. Resumerend, wanneer de overheid voor het subsidieinstrument kiest, dan gelden allerlei publiekrechtelijke waarborgen, zoals democratische legitimatie, transparante verdeling, algemene beginselen van behoorlijk bestuur, onafhankelijke controle en bestuursrechtelijke rechtsbescherming. Wanneer de overheid ervoor kiest te financieren door middel van een revolverend fonds, dan verdwijnen deze waarborgen geruisloos van het toneel. Dat is opmerkelijk. Het gaat immers om hetzelfde publieke geld en vaak om projecten die ook worden gesubsidieerd. En publiek geld verplicht. Het is onwenselijk dat overheden met het inzetten van hetzelfde instrument in een andere verpakking aan fundamentele publieke waarborgen kunnen ontkomen. Ik hoor sommigen van u al denken, wat heb je aan fundamentele publieke waarborgen wanneer deze resulteren in hopeloos ouderwets overheidshandelen?
Bovendien worden deze publieke waarborgen op een andere wijze meegenomen, namelijk door het kiezen van een passende governance structuur. Laat ik hier het volgende over zeggen. Wanneer het bestuur CQ-subsidierecht als hopeloos ouderwets wordt ervaren, dan ligt daar een uitdaging om dit te moderniseren. Als de overheid in staat is om nieuwe creatieve stimuleringsinstrumenten te gebruiken en te bedenken, dan moet het toch ook mogelijk zijn om daarin publiekrechtelijke waarborgen in te passen. Tijdens het congres van vandaag is gebleken dat hiervoor genoeg creatieve ideeën bestaan. Verder is het inderdaad zo dat bij het opzetten van revolverende fondsen aandacht is voor de governance. Zo hebben sommige provincies ervoor gekozen dat een fonds publiekrechtelijke normen, zoals de WNT en de WOP, in acht moeten nemen, ook al zijn deze normen strikt genomen niet van toepassing. Ook wordt aan rekenkamers de mogelijkheid geboden om onderzoek te doen. En er bestaat in veel gevallen een klachtenregeling. Transparantie, openbaarheid, efficiënte besteding van publieke middelen en rechtsbescherming zijn echter afhankelijk van particuliere inzichten, toeval, de gemaakte afspraken en bovendien niet afdwingbaar bij een onafhankelijke bestuursrechter. Het is dus twijfelachtig of flexibele governance daadwerkelijk een volwaardig alternatief biedt voor de normale publiekrechtelijke normering. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat publiekrechtelijke waarborgen bij het verstrekken van financiering uit revolverende fondsen niet in een governance mist verdwijnen? Het meest eenvoudig is om de bevoegdheid tot het verstrekken van financiering door revolverende fondsen wettelijk vast te leggen en vervolgens de subsidietitel van de ABB toe te passen. We hebben gezien dat leningen, garanties en met een beetje goede wil ook participaties als subsidies kwalificeren. Als men het geen subsidie wil laten heten, dan verklaart men de subsidietitel gewoon van overeenkomstige toepassing, net zoals bij de onderwijsbekostiging is gebeurd. Dat dit geen utopie is, wordt bevestigd door voorbeelden van revolverende fondsen waarbij de betrokken overheid wel bewust kiest voor normering door het publiekrecht. In dat geval worden leningen en garanties in de vorm van subsidies verstrekt. Een voorbeeld is het innovatiekrediet dat wordt verstrekt door de minister van Economische Zaken op grond van de regeling Nationale EZ-subsidies. En in de schriftelijke versie van de oratie noem ik nog meer voorbeelden. Er is geen bewijs voor dat dit minder effectief is dan een privaatrechtelijk revolverend fonds dat leningen en garanties in de vorm van een privaatrechtelijke overeenkomst verstrekt. Het voordeel van het gebruik van de subsidietitel van de ABB is niet alleen dat voormelde publiekrechtelijke waarborgen zijn gegarandeerd, maar ook dat er een duidelijk wettelijk kader is. Dit heeft onder meer tot gevolg dat overheden bij het opzetten van revolverende fondsen niet steeds het wiel opnieuw zelf hoeven uit te vinden, met alle transactiekosten van dien. Het is echter de vraag of het realistisch is dat de subsidietitel van de ABB ooit zal worden toegepast op verstrekkingen door revolverende fondsen. Hoewel nauwelijks met onderzoeksresultaten of juridische argumenten onderbouwd, wordt de subsidie heden ten dage beschouwd als een ontoereikend instrument. Toepassing van de subsidietitel van de ABB is dus misschien wel verstandig, maar voorlopig weinig reëel. Is er dan misschien een derde weg? In dat verband heb ik onderzocht wat wij kunnen leren van de unierechtelijke regels over revolverende fondsen. Ook in EU-verband wordt namelijk geëxperimenteerd met het wegzetten van EU-gelden door middel van participaties, leningen en garanties. Deze zogenoemde financieringsinstrumenten vormen een alternatief voor de eveneens met imagoproblemen kampende EU-subsidie. Vorige maand nog presenteerde de Europese Commissie plannen voor een nieuw te creëren fonds, InvestEU. Gevuld met 15,2 miljard euro, dat binnen de EU voor 650 miljard euro aan publieke en private investeringen hoopt aan te trekken. Ook de lidstaten worden bij de uitvoering van Europese financieringsinstrumenten betrokken. Met EU-geld afkomstig uit de Europese structuur- en investeringsfondsen zijn inmiddels vele revolverende fondsen opgezet.
In de huidige programmaperiode 2014-2020 vindt dit EU-geld onder meer zijn weg via het al genoemde revolverend fonds Unique en binnenkort waarschijnlijk via InvestNL. Ook in de EU geldt als voordeel dat hetzelfde geld meerdere keren kan worden ingezet, rendement kan worden behaald en private investeerders kunnen worden aangetrokken. Voor eindontvangers van financieringsinstrumenten geldt bovendien dat bij hen niet door nationale autoriteiten mag worden gecontroleerd. Dit betekent een enorme vermindering van administratieve lasten ten opzichte van ontvangers van traditionele Europese subsidies. Maar ook in de EU is het niet al goud wat blinkt. Zo blijkt uit verschillende onderzoeken van de Europese Rekenkamer. Het lukte vaak niet om op fondsniveau daadwerkelijk particuliere investeringen aan te trekken. Verder werden financieringsinstrumenten nogal eens misbruikt als parkeerplaats voor EU-gelden, om te voorkomen dat deze gelden aan de Europese Commissie moesten worden terugbetaald. De Europese Rekenkamer concludeerde verder dat het unierechtelijke wettelijk kader aan alle kanten rammelde en, niet onbelangrijk, dat de beheerskosten van financieringsinstrumenten relatief hoog waren. Deze kritiek heeft ertoe geleid dat in 2014 een wettelijk kader voor de uitvoering van unierechtelijke financieringsinstrumenten tot stand is gekomen. Hoewel niet in het allermooiste proza, valt op dat in dit wettelijk kader allerlei waarborgen zijn terug te vinden die zowel op unierechtelijk niveau als in de Nederlandse rechtsorde een even knie hebben in het subsidierecht. Interessant daarbij is dat het unierecht niet dwingend voorschrijft of het toekennen van financieringsinstrument publiekrechtelijk dan wel privaatrechtelijk moet worden vormgegeven. Dit is ook logisch, de gewoonten op dit vlak verschillen per lidstaat. Daarom is het verstandiger om de lidstaten zelf te laten bepalen of het financieringsinstrument privaatrechtelijk dan wel publiekrechtelijk wordt ingericht. Welke keuze ook wordt gemaakt, dit heeft geen consequenties voor de toepasselijke normen. Met andere woorden, de unierechtelijke waarborgen gelden ook wanneer de lidstaten ervoor kiezen financieringsinstrumenten langs de privaatrechtelijke weg uit te voeren. Welke waarborgen gelden er dan precies? Belangrijk is dat in het financieel reglement, in deze verordening staan de Europese begrotingsregels, als hoofdregel is neergelegd dat voor het gebruik van een financieringsinstrument een unierechtelijke wettelijke grondslag dient te bestaan. Daarmee worden zij democratisch gelegitimeerd. Het EU-recht schept verder een aantal waarborgen om te voorkomen dat publiek geld wordt verspild. Zo dient voordat financieringsinstrumenten mogen worden ingezet een evaluatie te worden uitgevoerd. Daarmee moet worden aangetoond dat onvoldoende financiering op de markt beschikbaar is. Zo is gewaarborgd dat publiek geld alleen daar wordt ingezet waar dat echt nodig is en de concurrentie niet onnodig wordt verstoord. Ook is geregeld wat er moet gebeuren met leningen die aan een revolverend fonds worden terugbetaald. Hiermee wordt voorkomen dat publiek geld uit de publieke context verdwijnt. Belangrijk is verder dat is vastgelegd dat fondsbeheerders eindontvangers van participaties, leningen en garanties moeten selecteren in overeenstemming met het transparantiebeginsel. Helaas moet hier wel bij worden gezegd dat nog vrij onduidelijk is wat dit precies betekent binnen het unierechtelijk subsidie- en financieringsrecht. Ook andere rechtsbeginselen zoals evenredigheid, non-discriminatie en gelijke behandeling zijn expliciet van toepassing verklaard. Verder is op unieniveau een aantal financieringsinstrumenten gestandaardiseerd, zodat het voor nationale autoriteiten eenvoudiger wordt om deze instrumenten juridisch vorm te geven. Hiermee wordt beoogd de hoge uitvoeringskosten van een revolverend fonds omlaag te krijgen. Ook onafhankelijk toezicht op de besteding door revolverende fondsen van EU-geld uit de Europese structuur- en investeringsfondsen is gewaarborgd. De Europese Rekenkamer kan niet alleen controleren bij de fondsmanagers, maar ook bij de eindontvangers van door hen verstrekte financiering. Ten slotte geldt dat de lidstaten moeten zorgen voor een doeltreffende klachtenregeling. Onduidelijk is echter aan welke vereisten deze klachtenregeling moeten voldoen. Evenmin is helder hoe deze klachtenregeling zich verhoudt tot het beginsel van effectieve rechtsbescherming, op grond waarvan burgers en ondernemingen
toegang tot de rechter moeten hebben wanneer lidstaten het EU-recht uitvoeren. Hoewel de precieze reikwijdte en betekenis van al deze op EU-niveau vastgelegde waarborgen dus nog niet is uitgekristalliseerd, is wel duidelijk dat zij op grond van deze nieuwe wetgeving altijd van toepassing zijn, ongeacht of het revolverend fonds publiekrechtelijk dan wel privaatrechtelijk is vormgegeven. In deze oratie heb ik u meegenomen naar de wondere wereld van het revolverend fonds. Miljarden euro's aan publiek geld worden door privaatrechtelijke entiteiten met privaatrechtelijke overeenkomsten weggezet, zonder dat normale publiekrechtelijke waarborgen van toepassing zijn. De blik op Europa leert ons dat gebruik van het privaatrecht geen argument hoeft te zijn voor het achterwege laten van deze waarborgen. De met EU-geld gevulde revolverende fondsen zijn onderworpen aan bepaalde waarborgen, ongeacht of de uitvoering in de lidstaten via het privaatrecht dan wel het publiekrecht plaatsvindt. Dat vind ik een aantrekkelijke gedachte. Daarom pleit ik ervoor om ook voor Nederlandse revolverende fondsen een wettelijk kader te creëren waarin de eis van een wettelijke grondslag en regels voor het financieren door een revolverend fonds worden neergelegd. Dit wettelijk kader past uitstekend in hoofdstuk 4 van de Algemene Wet Bestuursrecht, achter de subsidietitel. Een wettelijk kader betekent dat revolverende fondsen democratisch zijn gelegitimeerd, waardoor een adequate informatievoorziening richting vertegenwoordigende organen beter is gewaarborgd. Ook toepassing van de BOP en WNT, regels voor een transparante verdeling en toepasselijkheid van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn in dat geval gegarandeerd. Wat de controle door een onafhankelijke rekenkamer betreft, zou moeten worden geregeld dat bij deelneming door meerdere overheden tenminste één onafhankelijke rekenkamer bevoegd is om onderzoek te doen naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het revolverend fonds. Standaardisering door middel van een wettelijk kader brengt bovendien de uitvoeringskosten omlaag. Overheden hoeven niet steeds zelf het wiel uit te vinden. Dan kunnen kosten aan duurbetaalde advocaten en adviseurs ook achterwege blijven. Bovendien kan met een wettelijk kader worden voorkomen dat een revolverend fonds minder doordacht wordt ingezet. De consequentie van een wettelijk kader is uiteraard dat revolverende fondsen, ook als zij zijn vormgegeven als een privaatrechtelijke rechtspersoon, kwalificeren als bestuursorgaan. Een wettelijk kader dat los staat van de subsidietitel biedt echter wel de mogelijkheid om slimme oplossingen te bedenken voor eventuele tekortkomingen van de subsidietitel van de AWB. Er zou bovendien kunnen worden nagedacht of bestuursrechtelijke rechtsbescherming efficiënter kan worden vormgegeven. Net als bij de terugvordering van staatssteun zou kunnen worden gekozen voor beroep bij één bestuursrechter, namelijk het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Realistisch revolveren vereist toepassing van publiekrechtelijke waarborgen, waaronder toegang tot een betaalbare bestuursrechter. Een als bank vermomde overheid is misschien professioneler dan de doorsnee ambtenaar, maar nu eenmaal niet onfeilbaar. Mevrouw de rector magnificus, geachte decaan, beste collega's, familie en vrienden. Het is tijd om af te ronden met de gebruikelijke dankwoorden. Om te beginnen bedank ik een ieder die aan mijn benoeming heeft bijgedragen. Speciale vermelding daarbij verdienen vanzelfsprekend het college van bestuur, dat het formele benoemingsbesluit heeft genomen, het faculteitsbestuur en de externe en interne leden van de benoemingscommissie. Veel dank voor het in mij gestelde vertrouwen. Beste collega's van de faculteit, dankzij jullie was ik snel ingewerkt en kon ik aan de slag. Een speciaal woord van dank aan Saskia Klossen. Ik hoop dat wij nog veel met elkaar zullen samenwerken. Ook mag een woord van dank aan de leden van de kapgroep Publiekrecht en de sectie Bestuursrecht niet ontbreken. Beste oud-collega's uit Leiden, ik vind het heel bijzonder dat jullie hier aanwezig zijn. Ik heb warme herinneringen aan jullie allemaal en ga daarom geen namen noemen. Ook niet die van jullie, Chris en Jervie. Een uitzondering maak ik voor Wim Voermans, Ingrid Schuurmans en Michiel Tjepkema.
Veel dank voor alle wijze raad die ik van jullie als DB-leden mocht ontvangen. Dan de oud-collega's van de Raad van State, waar mijn bestuursrechtelijke roots liggen. Dankzij de Raad plaats ik het hulpwerkwoord nog altijd voor het voltooid deelwoord. Een speciaal woord van dank aan Jaap Polak, Maria Vlasbloem, Bart-Jan van Ettenkoven, Hanna Zevenster, Richter Dallinga en Olaf van Loon. Ik heb niet alleen inhoudelijk veel van jullie geleerd, maar ook mogen ervaren dat juristen vaak goede muzici zijn. Dan mijn promovendi, Clara, Louise, Ellen, Esmee en sinds kort ook Maximilian. Ik vind het een eervolle taak om jullie te coachen in jullie onderzoek. Ik hoop nog veel latte macchiato's met jullie te drinken. Ook een woord van dank aan Tom Barkhuizen. Van jou heb ik geleerd dat ook in de wetenschap een geolied team onmisbaar is. Ik zal nooit vergeten dat je mij vroeg om in de eerste maanden van mijn aanstelling in Leiden vooral veel ongezouten feedback te geven op alles wat ik bizar en belachelijk vond. U begrijpt dat ik hier veelvuldig gebruik van heb gemaakt. Beste Rolf Ortleb, bedankt voor de collegiale samenwerking en ik hoop dat wij die samenwerking vanuit het zuiden nog lang zullen voortzetten. Uiteraard mag mijn promotor Willemien den Oude niet in mijn dankwoord ontbreken. Ik vind het bijzonder hoe jij jonge wetenschappers stimuleert en tot bloei laat komen. Dankzij jou en co-promotor Paul Adriaanse ben ik nu geen advocaat, maar hoogleraar. Ik leer nog steeds van jullie en ik hoop nog veel met jullie te mogen samenwerken. Er zijn niet veel wetenschappers die zich verdiepen in het subsidierecht. Ik noemde Paul en Willemien al, Marianne Jacobs hoort ook in dat rijtje thuis. Na deze oratie gaan we eindelijk samen met Willemien de mastermonografie subsidierecht afschrijven. Dames en heren studenten, de afgelopen 2 jaar heb ik in Maastricht met veel plezier onderwijsgroepen begeleid, hoorcolleges gegeven en scripties begeleid. Met schema's en plaatjes probeer ik het bestuursrecht en de Europeanisering daarvan levendig te presenteren in de hoop jullie klaar te stomen voor een mooie carrière. Ik zie vandaag ook heel veel lieve familieleden en vrienden in de zaal. In één woord, geweldig. Verder ben ik erg dankbaar voor zulke fantastische ouders. Jullie hebben me altijd gestimuleerd om gekregen talenten te benutten. Bovendien vinden de kinderen bij jullie een tweede thuis. Veel dank daarvoor. Lieve Hilco, zonder jou werkte ik niet in Maastricht en was er vandaag ook geen feestje. Ik voel mij gezegend dat wij samen met Anne-Sophie, Marie-Hélène en Eva-Julie van het leven mogen genieten. Ik heb gezegd. Beste professor Van den Brink, beste Jacobien, ik wist niet dat er zoveel vragen gesteld konden worden bij een revolverend fonds. En nou denkt u, waarom zegt ze dat nou? Maar toevallig een paar weken terug kreeg ik een verzoek van een provinciale politieke partij, ik noem geen namen, of ik mee wilde denken om een revolverend fonds op te zetten, een soort studiefonds om mensen een kans te geven op latere leeftijd zich te herscholen, bijscholen, omscholen van zowel mbo naar wo. Toen dacht ik, interessant, een revolverend fonds. Wat zou die goede man daarmee bedoelen? Ik weet wel wie ik moet benaderen om de vervolggesprekken met deze man te gaan voeren. Dus wees gerust dat je mijn uitnodiging voor een tweede afspraak met deze goede man, dat jij daarbij mag gaan zitten. Dus heel veel dank. Ik denk ook vandaag dat het voor de rechtenfaculteit een hele feestelijke dag was. We hebben 2 oraties mogen hebben hier. Dat gebeurt eigenlijk zelden. En 2 hele talentvolle, energieke hoogleraren mogen benoemen. Dus ik spreek denk ik ook namens de decaan en namens de oud-decaan, die beide verantwoordelijk waren voor deze 2 benoemingen, dat we erg dankbaar mogen zijn. En ik ga in ieder geval als een trotse rector het weekend in. En ik ga nu u allen verlossen uit deze zaal. Wij gaan richting de binnentuin, daar is het heel aangenaam. En dan kunt u de formeel benoemde hoogleraar gaan feliciteren. Daar gaan ook altijd rijen ontstaan.
Ik zou dan toch lekker in die binnentuin gaan staan. Anders staat u alsnog een uur in de hal. Ik dank u allen voor uw komst naar Maastricht en ik wens u een heel fijn weekend. Hiermee is het einde gekomen aan deze academische zitting.